je kijken, joh. Wilt u ook een kraslootje kopen, meneer? Blijf je buiten? Blijf buiten. Oh, wat is dit nou? Oh, jezus, wat een lachgas, jongen. Maar, kijk eens wat je eraan hebt. Een logiebandje. Ik heb net een logie. What up, en welkom bij de eerste aflevering van Magneetvissen in de Hoed. Vandaag gaan we met een heel leuk team gaan we op pad. Vandaag gaan we naar de eerste locatie, Utrecht. En waar zo? Het zandpad. Dus check it out. Vandaag zullen we gaan beginnen bij het zandpad. Nog tot een aantal jaar geleden was er heel veel prostitutie en liepen de mannen hier zo aan boord. Dit is het eerste water waar wij zullen gaan beginnen. En daarna zullen we nog verschillende buurten afgaan in Utrecht. Ja, ja, mensen. En welkom in Utrecht. Ja, daar zijn we dan. Hé, ligt hier al een koffer. Moet je kijken. Oh. Nou, het is van de andere magneetvissers die mee zijn. Stel je even voor. Danny man. Dat is Danny man. Brian. Dat is Brian Lietman. Danny man. Danny man. Brian. Moet je kijken, joh. Wilt u ook een kraslootje kopen, meneer? Nou, doe maar een kraslootje. Wat heb je hier? Dank. Oh, altijd prijs. Ik heb. Ja, die handen wilt er niet uit. Dat meen je niet, joh. Sleuteltjes. Kijk, joh. Er hebben gewoon vol met krasloten gezeten, hè? Ja, hier heeft iemand gewoon gepinkeboefd. Ja, dit is wel gaaf, man. Mooie kluisjes. Denk jij dat mensen van de marine, van het leger hier ook zijn geweest? Ja, ik... Om een wip te maken, want ik vind net namelijk deze knoop. Dat is het bewijs, toch? Dat is toch echt wel van het koninklijke... Koninklijke magina! Brian, die vindt net een mes. Gebroken. Gebroken. Oh, dikke kartels erop, hè? Ja, hè? Van een broodmes waarschijnlijk, denk ik. Nee, dat klopt ook niet. Nee, want die is te groot ervoor. Heel apart. Nou, we gaan wel even kijken wat het is. We gaan het uitvinden. Soeplepel. Ja? Oh, dat is een soeplepel. Als een titelkom, hè? Ja, Leen, kom eens. Ja, kijk maar, die kijk. Deze is zo. Kijk, in zo'n streepje van de onderkant, weet je. Dat was een beetje zo, deden ze dat. En dan hier de twee. En dan met zo'n reetveter. En dan kon hij op slot. Ja, zo. Ja. En, kuisheidsgordel. En dan kun je lepeltje liggen. Nee, ja, lepeltje. Tepelslot. Voor extra veilig. Hij heeft net een mes, maar... Hij is dat mes. Ook een mes. Stiletto, ja, jongen. Nee. Kijk maar uit, het is een gevaarlijke. Wees wel een mooi versieren. Mooi, man. Zou ze hem schoonmaken, is wel leuk. Ja, zeker weten. Ja, dit zegt toch wel wat, hè? Hey, wat is dit nou? Een 9 mm'tje. Wacht even hoor. Dit vinden we dus ook. En dit ligt er al een tijdje uit. Mensen, er is een app. Regel het met die app en de gemeente haalt het op. We zijn op een andere locatie, maar is dit niet hoe het is? Wij slapen het op mensen. Hier mensen slaap je gewoon onder de brug. We hebben net al eentje wakker gemaakt, dachten we dat het dood was. Ja, we waren even aan het checken of hij nog leefde. Maar hij deed het nog. Maar dan komt hij van alles uit, jongen. Hier, kijk hier, dit troep. Hij heeft ook al wat dingetjes eruit getrokken. Hier kijken. Fietsje, stoeltje. Maar Brian, wat trek je er nou uit? Een gokkistje. Ik zal hem even openmaken. En helemaal niks. Hartstikke. Mooi team, joh. Er zit wel een vis in. Een vis? Oh, ja. Nou, wat je. Get off fish. Let's get fishy over hier. Overbelichting, tuurlijk. Kijk wat ik eruit haal. Kijk, hier kun je twee dingen mee doen. Of afhakken. Of iemand doodmappen. Oh shit. Brek. Kom hier. Ja, dit is toch niet normaal. Nee, is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal wat eruit komt. Lekker als een blok op de maag. Ja. Een poegblok om precies te zijn. Koppeling van de auto. Jezus.
Dat het zomaar hier wordt gedumpt, hè? Ja, ook niet begrijpelijk. Van een auto, daarachter. Het is waarschijnlijk erg moeilijk om even weg te brengen naar de... precies te zijn. Lamellen. Alleen zouden vroeger nog geld maken ook, man. Ja. Spiedentjes moest je hebben. Nou, wordt wel weer gelukkig opgeruimd op deze manier. Voedselbank. Maar het allerbelangrijkste ligt hier, hè? Dat zijn de stroopwafels. Zullen we die op brood nemen? Nee. Stroopwafel op brood. Gadverdamme. Nou, is er nog uitgekomen? Maar het is weer schoon. Op naar de volgende plek, Jos. Let's go. Twee bruggen verder. Ja hoor. Gaan we gewoon doen. In ieder geval, die man die werd dus helemaal gek tegen ons. Ja, voor hem is dat plateautje natuurlijk zijn huis. Dus we hebben hem duidelijk gemaakt dat alles is afgemeld bij de gemeente. Via de Buiten Beter app. Ah, oh, daar zie je hem al. Je ziet het vegen met zijn handdoekje. Maar ja, we hebben hem duidelijk gemaakt dat alles is aangemeld bij de gemeente. Dat het wordt opgeruimd en alsnog was hij boos. Dus ja, voor hem voelde het waarschijnlijk als zijn huis. En we laten hem nou gewoon in respect achter en we gaan naar de volgende brug. Nog even bij het laatste bruggetje. Het zag er wel ghetto uit, maar... Lachen geblazen. Het is ook altijd wat met die pokken dingen, hè? Je bent er helemaal gek van, jongen. Lachen geblazen. Wat groot. Uh-oh. Oh jee, lijf dik, lijf dik. Een fiets. Ja, wat zou het zijn? Een fiets. Een fiets, natuurlijk. Die lacht er wel even. Dat is altijd een fiets. Eindelijk is het zover, man. Je hebt een Clanny Telly. Clanny Telly. Clanny Telly. En 5 cent voor de beltgoed. Oh, ja, dat is ook mooi meegenomen. Ja. Lekker, man. Je moet toch wat hebben. Een horlogebandje. Dat is die bandje van die andere horloge. Hey, wat een horlogebandje, man. Kikken. Oh, jezus, wat een lachgas, jongen. Maar, kijk eens wat je eraan hebt. Een horlogebandje. Ik had net de logie. Ja, zou het van dezelfde zijn, denk je? Ja. Het zou heel toevallig zijn. Wat is er om met die vishaakje, jongen? Even kijken. Nou, schiet je nog op of... Nou, ben ik enthousiast. Nou wil ik ook vissen. Ja, die hoort daarbij. Ja, best wel kans, hè. Ja, zeker. Gruwelijk, man. Bolek. Audi? Kopen? Nou, ja, als je die Audi erbij hebt, wel. Ja, die weet ik niet. Dat weet ik niet. Weinig. Ja. Ja, die doet het niet meer, hoor. Die gaat het ook niet ooit doen. Goed succes. Dankjewel. Die is leuk, man. Ja, en een paarse lachgaspatroon. Een paarse? Ja, lachen. Ik maak eens even open. Als het nog gaat, natuurlijk, hè. Dat is wel goed, hoor, hè. Hallo? Wij zitten een schuif dingetje op. We gaan het even kijken. Ja, dat is een leuke. Mooi hoor. Dik, man. Kom, jongens. Even zo. Kom. Zit even goed deligeren, hoor. Kom, jongens. Ik heb feestje afgehaald, ik heb nou het bloed. Kom. Goed door uit de knieën tillen. Dat wil ik niet altijd zo leuk vinden dat andere mensen aan het kutten zijn. En ik alleen een mooie ketting eruit haal. Kijk eens. Hey, dat is wel inderdaad een leuke kettingie. Hij is wel een beetje vochtig. Ja. En hij heeft een magneet de moeite mee, hoor. Hij heeft een dambalt gevangen. De held. Je moet eens een keertje voor als je zo doet. Nee, maar dat is niet leuk. Nou, laat zien, hoe sterk ben je? Nou, we zijn hier aan het vissen, nog steeds in Utrecht. En wat heeft deze jongen hier al gevangen? Ja, laat het eens zien. Daar ook. Nou hoor. Nou, kijk, we zijn natuurlijk aan het magneetvissen in de Hoed. En ja, in de Hoed, er gebeuren natuurlijk gekke dingen. Allemaal kogelgaten. Helemaal gek. En we gaan even een live. Dat is niet normaal, man. Dat zag 9 mm, hè? Echt gek huis. Dit is gewoon gepoept, nee. Wel ziek hoor, hè? Het zijn er veel, hè? Niet normaal, man. Scherp alles. Hallo, poep. Wat vind je daar? Ik vind het een teken. Is dat een teken?
teken. Nee, het was er één. Het is een take. Hé, jongens. Vonden jullie het een beetje hoed daar zo? Of vonden jullie zoiets van, het is nog wel rustig? Nog rustig. Rustig. Ja? Ja. Ghetto. Ja, dat vond ik wel lijp hoor. Die komen wel raten. Nou jongens, ik ga jullie even een box geven. Het was een leuke dag. En de volgende keer... Hey, jullie snel vertrokken natuurlijk. Ik wil even kijken wanneer jullie weer kunnen. Gaan we naar Frankrijk. Nou, vonden jullie het nou een leuke video? Doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Like, deel, reageer. Nee, jullie kennen de hele mikbak wel. We hoeven nog maar 400 leden en dan gaan we 2 telemagneten weggeven van Magnetar. Dus, wil je kans maken? Abonneer, druk even op het belletje, want dan krijg je altijd de melding. En dan zien we jullie bij de volgende video. Ciao!